Het was een normale schooldag. De hele klas had vandaag een toets, een TOEFL-toets. Toen Jeroen in de klas kwam, stond Jorben hem op te wachten. Hij zei, zullen we een weddenschap doen? Toen Job klein was, werd er een tumor gevonden in zijn hersenen. Dat heeft ervoor gezorgd dat de spieren in zijn gezicht minder goed werken. Gelukkig heeft hij nergens meer last van. Zoals je ziet kan hij voetballen als de beste en ook nog eens over zijn hobby schrijven. Het gaat over een klasgenootje, Jeroen, die veel avonturen beleeft. Zo moet hij een wedstrijd spelen tegen SC Horst, waar zijn klasgenootje Menno zit. En hij gaat met zijn klas op school reizen naar de dierentuin. En hij komt ook nog in aanraking met de politie. Een behoorlijk spannend verhaal dus. Als je zelf ook wil schrijven, heeft Job een tip voor je. Gebruik je fantasie en schrijf het avontuur op die als eerst in je hoofd opkomt.